belangrijkste deel is. Ja, ja, ja. Ja, dankjewel. Hele goede middag. Laat ik daar ook even mee beginnen. Ontzettend leuk om hier aanwezig te zijn bij zoveel ondernemers. Ik vind het ook echt fantastisch om nog even te memoreren dat alle gemeenten in Overijssel meedoen aan deze dag van de ondernemer. Aan hun bieden. We willen ervoor zorgen dat de werkgelegenheid hier behouden blijft en uitgebreid wordt. En daar zetten we op in. We hebben ook een ondernemerspeiling vorig jaar uitgevoerd om te kijken van waar staan wij nu als gemeente. En we staan er goed voor, maar het kan natuurlijk altijd beter. En daarom zitten we hier vandaag ook om het ondernemersloket te lanceren. Het ondernemersloket hebben we in het leven geroepen om de dienstverlening aan onze ondernemers beter te maken dan het nu is. Was die al niet goed? Nee, het gaat goed. U was me al bijna voor. Het gaat goed, maar het kan altijd beter. Wat we proberen te doen met het ondernemersloket zijn alle vragen die ondernemers hebben via één toegang, via één telefoonnummer, via één website te bundelen. En dan krijgt een ondernemer snel antwoord vanuit één aanspreekpunt. Zodat er niet een situatie ontstaat dat een ondernemer van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Met welke vragen kunnen ondernemers naar dat ondernemersloket? Dat kan om van alles gaan. Ondernemingen die verlegen zitten om personeel. Ondernemingen die willen uitbouwen en een omgevingsvergunning nodig hebben. Ondernemingen die bezig zijn om een subsidie binnen te halen. Er zijn van tal van vragen waar de gemeente soms ondersteunend in is of zelfs bepalend. En met dat soort vragen kun je via het ondernemersloket die vragen stellen aan de gemeente en krijg je snel en eenduidig antwoord. In hoeverre is het ondernemersloket nieuw voor de gemeente Almelo? Nou ja, het concept ondernemersloket bestaat. Enschede, weten we, heeft het ook al. Maar Almelo had het nog niet. En we hebben gezien dat als wij stappen willen maken in de dienstverlening naar onze ondernemers toe, als we daar verbeteringen in aan willen brengen, dan zullen we in die dienstverlening sneller moeten acteren, dedicated, dus via een ondernemersloket en via één aanspreekpunt. En dat is wat we gaan doen. Vanaf welke datum is het operationeel? Het ondernemersloket is vanaf vandaag operationeel via één telefoonnummer te bereiken. Ik ga me nu niet wagen aan het exact uitspreken van dat telefoonnummer, maar dat kunnen jullie misschien nog wel even ondertitelen. Is er ook een website? Ja, www.almelo.nl/ondernemersloket. Dank u wel. Graag gedaan.